Dit weekend staat weer in het teken van Open Monumentendag. Op zaterdag en zondag zetten honderden monumentale locaties in het land weer hun deuren open voor het publiek. Ook in onze regio. Onder meer de Hernense Molen doet hier aan mee. Aankomend weekend is het Open Monumentendag. Op heel veel plekken in Nederland zijn er dan verschillende monumenten te bezoeken, waarvan alles te leren valt over onder andere de geschiedenis van deze monumenten. Vandaag waren wij op bezoek bij de Molen in Herne. Komend weekend is het Nationale Monumentendag, Open Monumentendag. Ook dit monument is open, de molen, de Hernense Molen. We zijn op zondag open en we hopen dan veel bezoek te mogen ontvangen. En op het eind is er natuurlijk altijd een bakje koffie en een gezellig napraten. Maar wat maakt deze molen nou juist zo bijzonder? Bijna elke molen is bijzonder, maar deze heeft natuurlijk zijn eigen bijzondere aspecten. Het is een beltmolen die in deze streek wel meer voorkomt. En het bijzondere is wel dat deze gebouwd is omdat er gelukkig geld was toen de vorige afbrandde. En deze molen bij het kasteel van Herne hoort. Maar het is wel nog heel een originele molen. Er is nog weinig binnen aangepast aan modernere tijden. Dus wat je ziet is hoe het vroeger ook gezien kon worden. Natuurlijk vindt Gerritsen het belangrijk dat er extra aandacht is voor monumentale bouwwerken zoals deze molen. Maar ook omdat we merken aan bezoek, we zijn elke zaterdag open en krijgen heel veel bezoek. Omdat je merkt dat jong en oud het toch heel belangrijk vindt om wat te begrijpen hoe vroeger dingen gingen. Tegenwoordig heel veel dingen erg complex zijn, lijken. Een molen is daar een tegenhanger van. Hier is alles eenvoudig bedacht. En daardoor heel betrouwbaar en duurzaamheid, waar zo'n molen echt een voorbeeld van is, dat is wel wat we ze meer mee willen geven.